dan moet je niet ook, naar mijn inziens, niet overstappen op Nigeria en Bonaire. Dus een monocultuur van graan leent zich niet voor een systeem van Nigeria en Bonaire. Dan zou je concessies moeten doen en dan zou je overstappen moeten stappen naar een andere verrichtwisseling. Bij de tussen van mais, silo mais of koolmais, kun je een vruchtwisseling als het ware creëren door in de winter bijvoorbeeld in graan als groenbemest op te delen. En daarmee krijg je dan eigenlijk een sortiment van vruchtwisseling. Nou, de conclusies hieruit waren eigenlijk: bewerkt de grond voldoende diep en past een vruchtwisseling toe, maar niet alleen maar granen. Dus alleen graanteelt is negatief voor je resultaten. Oh. Ja. Heeft vooral te maken met de fusarium? Ja, onder andere ja. Door het feit dat er nu variëteiten zijn die resistent zijn, maakt dat niet een verschil uit? Ja, dat maakt wel een verschil uit, maar die resistente variëteiten tot nog toe zijn, of tolerantere variëteiten, die zijn tot nog toe, hebben die toch iets lager opbrengst. Dus je kunt er wel iets mee, maar het is, zeg maar gewoon 100% recht toe bij jou. Ploegen levert dan eigenlijk nog altijd het beste resultaat. Daar komt ook nog bij dat je zeg maar door een eenzijdige beworteling, dus door een beworteling van altijd eens in hetzelfde gewas, ja, ieder gewas heeft zijn eigen bewortelingspatroon, krijg je ook een hele eenzijdige aansturing, om het zo maar te zeggen, van je bodemleven. En dat levert dus in de bodem, los nog van de fusarium, ook een aantal negatieve punten op. En je ziet dat die graanbedrijven zie je eigenlijk altijd een verdichting ontstaan van rond die 17, 15, 17 centimeter. Ik heb eigenlijk nog een vraag, dat straks heb je gezegd dat een plant liever te maken heeft met kleine gaten dan met grote gaten. Ja. Al heb ik je verkeerd verstaan, maar is dat ook voor toepassing in een bouwvoer dat geploegd is? Ja. Dus ik neem een voorbeeld, als je in november ploegt, gaat je in het voorjaar waarschijnlijk kleine gaten hebben in je bouwvoer. Ploegt je nu in het voorjaar, gaat je grote gaten hebben. Ja. Ja, en die gaten zijn op een gegeven moment te groot. En daarom zeggen we nou bepaald, en die gaten worden groter naarmate de bodem zwaar is. Zware leem die veroorzaakt grotere gaten dan lichte leem. En daarom zeggen we, zware leem moeten dus in het najaar ploegen. Zou je zware leem in het voorjaar ploegen, krijg je relatief grote gaten. En dan krijgt die plant, die kan er niet mee, kan er niet meer uit voeten. En je ziet erosietechnisch zie je, dat die grote gaten natuurlijk veel water kunnen bergen. Mits de waterhoeveelheid niet het volume aan gaten overstijgt. En op het moment dat het volume overstijgt, dan krijg je eigenlijk het probleem dat die gat, ja, dat krijg je geurde wordt. En dat zie je ook vaak, dat eigenlijk ja, die geploegde diepte weg, relatief snel wegspoelt. Op het moment dat het water bij elkaar komt, zie je die 25 centimeter. Ja, het is dan wel zo, met die grote gaten, en je hebt een droog voorjaar, dat je problemen hebt met de capillariteit, dus van bodemvocht dat dus je plant niet gaat. Ja. Ja, dat is een groot nadeel van als je relatief zwaar grond nog te laat gaat ploegen. En dat is dus nu ook, percelen die het is toch wel relatief veel ploeg nu, maar als je percelen hebt die nog te nat zijn om te ploegen, maar wat zware grond is, moet je die niet als het in het voorjaar niet meer gaan lopen ploegen. Dat zou je anders ook niet doen in een normaal jaar, zou je die zware grond ook niet nog in maart gaan lopen ploegen. Want dat krijg je alleen maar problemen. Planten krijgen onvoldoende vocht, zeker als mei, juni wat droog wordt, heb je gewoon direct een opbrengstverlies. Voldoende diepe werken? Voldoende diepe is afhankelijk van de teelt en afhankelijk van de verdichting, maar het eerste jaar na ploegen zeg maar, moet je normaal aanhouden 5 cm dieper dan ploegdiepte. Dus als je normaal 25 centimeter diep gewend bent te ploegen, dan moet je eigenlijk het eerste jaar na het ploegen ongeveer 30 centimeter diep werken, is mijn ervaring. En dan heb je het dus over gewone leemgrond. En op het moment dat je een systeem van niet keer de bodembewerking aan de gang krijgt, en die bodem die wordt stabieler, dan kan het zijn dat de verdichting die je veroorzaakt door het met het oogsten minder diep gaat zitten. Dus dat je als het ware iedere keer de verdichting op een minder diep komt te zitten en dan hoef je dus ook minder diep te decompacteren.
Dus het tweede of derde seizoen moet je altijd eerst gaan kijken met de schop op het land. Schop in de grond stijgen en kijken waar zit nou precies die verdichting en hoe diep moet ik gaan werken. En soms kan het wel eens zijn dat je tot 35 moet gaan werken. En hopelijk is dat niet al te vaak, maar in het algemeen zitten de meesten die, die moeten rond de 25 werken. Dit is ook nog een onderzoek van die keer de bodembewerking, waarbij ook nog direct zaaien erin zit, dus dat is in die groene, direct zaaien. De oranje is de ondiepe keer van de bodembewerking, dus dat werd niet dieper dan, ik dacht, 15 centimeter. Centimeter gelijk. En die blauwe is de diepe keer van de bodembewerking. En je ziet dat de diepe keer van de bodembewerking eigenlijk wel redelijk goed scoren overal. De ondiepe keer van de bodembewerking, daar zie je bij een aantal teelten problemen, met name hier bij de mais, ook hier bij de tarwe. Dat heeft meestal te maken met opkomstproblemen, dus dat je tarwe eigenlijk niet goed, kan weggroeien in het najaar. En je ziet dat van directe inzaai dat de opbrengstverschillen heel erg groot zijn, dus tussen de 85 en de 115%. En dat is ook mijn ervaring eigenlijk in 1990. Of 1980 tot 1990, relatief veel met direct zaaien van bieten gewerkt. En dat is heel moeilijk om daar constant een voldoende hoog opbrengstniveau te realiseren. Je ziet eigenlijk dat er qua teeltrisico's nog een keer iets misgaat. En daarom zou ik dat ook niet aanbevelen als een teeltsysteem. Blijf op het moment dat je met rooivruchten werkt, gewoon voorlopig werken met grondbewerking. Ga niet te snel naar no-till of naar direct zaaien van zekte. Dit is een plaatje van een wormenproject, waarbij je gekeken wordt van ja, wat is nou het effect van de regenworm? Wat is nou het belang van de regenworm? En het belang van de regenworm wordt eigenlijk hier aangegeven. Dit is het bodemverlies in tonnen per hectare, en tonnen per hectare per uur moet ik zeggen. En dit is de biomassa aan diepgravende regenwormen. En dan zie je duidelijk dus dat op het moment dat de hoeveelheid regenwormen toeneemt, dat het bodemverlies afneemt. De diepgravende regenwormen, dat is de Lubricus terrestris, dat is deze. Is een regenworm, een pendelaar, wordt die ook wel eens genoemd. De regenworm is zo dik als een vinger. Kan ongeveer zo lang worden. 7, 8 jaar oud. En is een regenworm die in een gang naar boven naar beneden kruipt. En die gang die kan tot 3 meter diep worden op onze leefworm. En de Lubricus terrestris die is afhankelijk van gewasresten, organisch materiaal aan de oppervlakte. En dat die gewasresten, het organisch materiaal en de oppervlakte is natuurlijk beperkt bij ploegen. En op het moment dat je naar die keren toe gaat, waarbij dat meer gewasresten bovenop liggen, kan die regenworm dus ook bit ontwikkelen. En dat zie je ook uit deze twee plaatjes. Die de Lubricus terrestris, dat is die lichtblauwe. Dit is bij kerende grondbewerking en dit is bij niet kerende grondbewerking. En dan zie je dat die van 8% naar 25% stijgt. En dat is met name het positieve punt waarbij als je die regenwormen zich gaan ontwikkelen, je uiteindelijk met minder bodembewerking toe kan. Krijg je de bodembeleving niet op gang, zul je dus ook altijd intensief moeten blijven bewerken. Nou, de erosie, hoe lang is het? Erosie, die dingen zitten op de grond, denk ik. Ja, ja, erosiegemeente is allemaal duidelijk natuurlijk, ja, dat hier in deze streek zit. Geeft aan de erosie op perceelsniveau. De maatregelen die jullie kunnen nemen, of de beheersovereenkomsten die je kunt afsluiten, dat staat ook allemaal in het papier. Dat is onvoldoende, ja.
Ja, voor het experimentele karakter, zeg maar, van die Niki en de bodembewerking, ben ik het helemaal niet uit. Het staat ook helemaal niet in verhouding tot de kosten die bespaard kunnen worden. Met de huidige het blijft zo. Dat is goed voor de goede energie als die zo lang blijft. Ik ga alvast een beetje met de tweede stuk. Doen we zo om 9 uur in de vorm. Tot 10 uur. Ja, is nog warm. Als je goed begrijpt, iets zit met de kralen waar je op stand komt vandaag. Ja. Zou je zeggen, ik begin het niet aan. We zijn misschien op droog bestel van de heel stijgen. U deelt graag een maas. Ja, op ja, ja, ja. Nee, ik denk dat voor zeker van Zandgrond niet keer de woningwerking heel positief is. Omdat je ongeveer. Ja, uit de praktijkervaringen, het is natuurlijk afhankelijk van welke zandgrond dat je precies hebt, maar 30 tot 40 mm meer water hebt. Beschikbaar water voor je planten. En dat betekent gewoon twee keer minder beregenen. Of als je niet kunt beregenen, dan is het gewoon direct een hoge opbrengst. Vochtigere zandgrond, met kool mee is, dan zit het wel laat. Ja. Als je grondwaterstand heel erg hoog is, dus echt een hele lage zandgrond waarbij het water op een halve meter zit, zeg maar, dan kun je beter niet met die keer die onderwerking in de slag gaan. Want in die halve meter kunnen die regenwormen zich onvoldoende ontwikkelen. Heb je een zandgrond die diep grondwater is? Dan kan die niet keer in de bodembewerking heel positief zijn, omdat je dan meer vocht ter beschikking hebt voor je plant. En als je een bouwplan hebt met maïs en kanen, dan kun je daar ook een hele goede rotatie mee rondzetten. Ja, ik heb hier plaatjes van granen en bieten. Dat zijn de teelten waar eigenlijk het meeste van bekend is. Van de teeltechniek is dat het meest verfijnd voor niet meer de bodembewerking. Heel veel andere teelten, zoals aardappels, wortels, chicorij, daar zijn ook wel, en mais, zijn ook wel heel wat gegevens over bekend. Dat is ook absoluut geen probleem om die niet keer aan te telen. Maar van deze, ja, de granen en de bieten, dat is toch het meeste van Dan komen wij bij het probleem van de zaak. Bij het probleem van eigenlijk onze manier van landbouw voeren zit er eigenlijk hierin. We zijn genoodzaakt om met hele grote machines te werken, omdat dat de machines zijn die het meest economisch werken. Maar die machines veroorzaken ook een verdichting in de bodem. Zouden we deze machines niet nodig hebben om de producten van het land te halen, zouden we ook veel minder bodembewerking nodig hebben. Zeg maar 50 jaar geleden konden we met 20 centimeter of 15 centimeter ploegen toe. Maar toen verdichten we ook niet tot 30 centimeter of 40 centimeter. Als we vandaag de dag zo diep zouden ploegen als dat we in verhouding toen deden ten opzichte van de verdichting van toen, dan zouden we nu 40, 45 centimeter diep moeten ploegen. Dat is natuurlijk absurd. Dus we gaan allerlei dingen verzinnen met ondiepe ploegen en ondergronders en allerlei systemen. Maar dat is naar mijn idee is dat uiteindelijk een doodlopende weg. De enige manier om deze zware oogstmachines te kunnen dragen, is ervoor te zorgen dat je bodem meer weerstand kan bieden tegen zware drukken. Dus dat die bodem meer stabiliteit krijgt en sterker en stevige structuur van natuur.
En dat krijg je alleen als je Niki aan de bodemvereniging op een juiste manier toepast. Je vragen zijn ook dat de bietenrooiers minder brandstof nodig hebben om de bieten te rooien op ploegloze percelen, op Niki aan de bodemvereniging percelen, dan op geploegde percelen. En dat is niet omdat die biet gemakkelijker de grond gaat, maar dat is gewoon omdat die bietenrooier minder inspoort. Je blijft meer boven op de akker. En dat inspoor is minder en daardoor kost het uiteindelijk minder brandstof. Kun je de bodem zo ver ontwikkelen dat die bietenrooier steeds minder diep gaat verdichten, dan ontstaat de verdichting ook op minder diep. En dan kost het dus ook minder brandstof en trekkervermogen om de verdichting weer uit te halen. Als de verdichting op 17 cm ontstaat in plaats van op 30, dan hoef je natuurlijk minder diep te decomporteren en kost dat ook minder brandstof. Maar goed, zover zijn we nog niet. In eerste instantie zitten we nog in de situatie dat die zware mechanisatie de bodem nog behoorlijk verdichtigt. Dit is een schema, schematische weergave van manieren van grondbewerken, waarbij bovenaan het ploegen is. Dat ziet de ploegen en dan ja, kun je er allerlei systemen om tijd te besparen of aandrijfschade te besparen. Niet kerende bodembewerking is eigenlijk dit stuk. Het is van hier dat zwart eigenlijk. En dan heb je eigenlijk twee categorieën maken. Eén is met woelers en één is zonder woelen. Dus woelen, zaaibereiding, zaaien. Of woelen, zaaibereiding, zaaien in één werkgang. Of zoals deze, de Doetsie-machine. Is jullie wel bekend, denk ik. En dan minimale grondbewerking of minimum teelt zonder woelen, krijg je deze systemen waarbij alleen een zaaibereid wordt, of een zaaibed gemaakt wordt, en een kwastenvaart wordt. Direct zaai, no-till, dus zonder grondbewerking, dan heb je het over de meest extreme vorm. En die vorm is, zoals ik straks al zei, eigenlijk van toepassing op graan, op dorsbedrijven, zeg maar met tarwe, wintergerst, koolzaad, dat soort kwastzaad, dat soort zolang we blijven verdichten met die zware oogstmachines, zal deze woelende bewerking, decomporterende bewerking, noodzakelijk zijn. In Duits noemen ze het Müllschaad, conserverende bodembearbeiting, reduced tillage. Dat zijn allemaal termen die je, als je op internet kijkt, zult tegenkomen. Bodembewerking, de bewerking van de grond, is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. We moeten het doen omdat we anders te veel risico lopen ten aanzien van opbrengstverlies. Maar doordat we het doen, veroorzaken we al direct weer een versmering en vergroten we weer de kans dat na de rand de bodem weer verdicht wordt met een zware machine. Probeer daarom die grondbewerking zo minimaal mogelijk te doen en alleen strikt te doen wat noodzakelijk is. Dus strikt te doen wat noodzakelijk is om je opbrengst en je kwaliteit van het product te garanderen. Probeer het aantal werkgangen zoveel mogelijk te beperken. Liefst in één of twee werkgangen je land of je perceel klaarmaken voor de volgende deel. Ploegdiepte, dus de diepte van bewerken is eigenlijk ploegdiepte plus 5 centimeter en na enkele jaren zo diep als dat de bodem verdicht is. En die verdichting van die bodem, dat is afhankelijk van hoe zwaar je belast, het perceel belast hebt met machines en je eigen grondkarakter. Sommige bodems die verdichten meer dan andere. En de beste manier om het waar te nemen, zoals ik straks al zei, is gewoon om met de schop te gaan en te kijken van ja, hoe ziet de bodem eruit, hoe voelt die aan. En daar ben ik met je eens, daar zal je wat ervaring over op moeten doen. Maar dat is eigenlijk de enige goede methode om in te schatten van hoe diep moet ik hier in werken. Moet ik nu 20, 15 of 30 diep werken. Ik heb zelf goede ervaringen met dit soort woeltanden.
waarbij eigenlijk met een hele smalle hoeder gewerkt wordt en dan iedere 50 of 75 centimeter zo'n tand door de grond getrokken wordt. Dus dat betekent op 3 meter 4 of 6 bijtels. Er zijn heel veel soorten hoeders. Dit is de Saint-Michel tand, van de vorm van raven, dacht ik, kon die dingen. Allerlei varianten, ik zal daar nog even een plaatje van laten zien. Belangrijk is en blijft dat je het op een juiste manier toepast. Dus nooit dieper werken dan strikt noodzakelijk. De boeler, na het oogsten van de bieten of na het oogsten van de aardappelen, loop je het risico dat de bodem volledig verdicht is. Want als het ware de bodem helemaal dicht krijgt, dan zul je ook direct iets aan moeten doen. Laat je dat perceel liggen, 1 of 2 maanden, en zal de diepgravende regenworm en heel veel andere bodemdieren, die zullen gewoon doodgaan. Die sterven af, die kunnen daar niet tegen. En daarom is het ook noodzakelijk dat ook al is de grond nat in het najaar, dat je daar toch iets aan doet, dat je die sterkste verdichting opheft. En op het moment dat je dan onder natte omstandigheden met zo'n hoeder rijdt, dan treedt de verdichting op van 3-4 centimeter breed. Maar dat is veel minder schadelijk dan dat je bijvoorbeeld met brede ganzenvoeten door de grond trekt. Want dan trek je onder natte omstandigheden een verdichting van bij wijze van spreken de hele bouw voor. Het tijdstip van hoelen. In principe moet je proberen die hoelende bewerking altijd in het najaar te doen. En dan hoort u natuurlijk in de zomer naar je granen, dan is het de meeste kans op echt een droge bodem. Maar als er verlichting veroorzaakt is door het oogsten van de aardappel of de bieten of de chicorij of de wip of weet ik wat voor een product, dan zul je dat dan ook direct aan doen. Heb je het over een vrij lichte leem of een zandgrond, dan zul je in het voorjaar nog een keer terug moeten gaan kijken, is die bodem niet weer opnieuw verdicht. Met name de eerste jaren, als er nog heel weinig bodemactiviteit is, dan heeft de bodem de sterkte neiging om snel weer te verdichten. En dan zul je misschien in het voorjaar weer opnieuw die bodem moeten lostrekken. Nou, je kunt dan met zo'n voorzethoeler werken of in een tweebalkspoeler, dus dat de woeltanden verdeeld zijn over twee balken. Dat is het voordeel van zo'n voorzethoeler is dat hij te combineren is met een rode kobek of een frees of een vaste tandcultivator. En dat vraagt wel iets meer vermogen en ook meer hefkracht. Want als je daar natuurlijk een rode kobek en eventueel ook een zaaimachine achter hangt, dan is dat een heel gevaarte en dat vraagt natuurlijk veel hefvermogen van de trekker. En ja, die 110 pk, dan heb je het eigenlijk over lichte leem met vrij vlakke percelen. Dan ga je de helling in en ja, dan heb je dat snel over 150, 180 pk die nodig is om 3 meter breed in één werkgang gecombineerd alles te doen. Bij een tweebalkspoeler, daar kun je naar een beperktere werkbreedte gaan en dan kun je eigenlijk met een 75 pk vanaf een 75, 80 pk kun je dan aan de slag gaan. Ja. Goed, gaan we weer verder met niet in de bodembewerking. We waren gebleven bij het bij de woelers, de woelertypes. En er zijn, ik weet niet hoeveel verschillende soorten woelers dat er dan niet zijn, maar er zijn er heel wat. En iedereen heeft daar zo zijn eigen ervaring mee, en dat is ook goed. Iedere grond is ook anders. En iedere vruchtwisseling, iedere rotatie is anders. Als jullie ervaring hebben of vragen hebben over, dan onderbreng ik gerust. Deel je ervaring mee, dat kunnen we worden met z'n allen alleen maar wijs van. Eén opmerking in ieder geval. Als landbouwer kun je vaak niet beschikken over 4 verschillende hoeders. En in onderzoeken of in proeven kan best zijn dat bijvoorbeeld bij de aardappels die hoeder het beste uitkomt, bij de bieten die en bij de granen die. Maar dat kun je als landbouwer kun je natuurlijk niet in al die verschillende machines investeren. Dus
je zult aan een bepaald compromis in moeten zien. En als je altijd onder droge omstandigheden kunt werken, stel dat je bijvoorbeeld zegt, nou, de natte situaties in de herfst, in het najaar, voor de wintergranen bijvoorbeeld, dan blijf ik toch voorlopig ploegen. En ik ga alleen voor de bietenteelt, dat ga ik niet keren doen, omdat daar het meeste erosievoordeel en het meeste economisch voordeel te behalen is. Dan kom je tot een andere keuze van woeler, decompacteur, dan op het moment dat je ook in het najaar moet werken. Met name die Saint-Michel tanden, dus deze tand, die is onder droge aarde omstandigheden in de zomer, kost dat minder brandstof dan bijvoorbeeld zo'n tand. En ben je van plan, of is je systeem toch op gebaseerd dat je wintergraan inzaaien, dat je dat niet kerend wil doen, dan kun je beter kiezen voor een tand die minder risico op versmering geeft, dan in de situatie dat je decompacteren altijd in augustus kunt uitvoeren, dan kun je gemakkelijker kiezen voor zo'n tand. Die zal zeker heel wat prijziger zijn dan die. Deze? Ja. Mooi, nu. De meeste zitten rond de... Nee, maar die, dat is speciaal model. Dan, ja, dit is een heel uitgemolken model, zeg maar. Er zijn heel veel fabrikanten die zoiets leveren, dus de concurrentie is vrij groot. Ik denk dat die rond de 4.000-5.000 euro zal zitten. Die woelers, de meeste woelers zitten zo rond de insectenwoeler dan, hè. Dus zonder rol, zonder, ja. Ik weet niet wat duurvraag, denk ik ook, hè. Wat duurste zijn met de Amazone en het water met die leukers? Deze? Nee, dat staan er niet. Ja, maar ja, ik kan het wel raar gemonteerd zijn, maar die onder ganzenvoet zit er, wat is dat met duurzaam? Ja. De ganzenvoeten, ja, dat vergt natuurlijk relatief veel pk en maar zoet. Veel pk en zoet, maar ook constructief moet dat vrij goed in elkaar zetten. Zo'n ganzenvoet die is natuurlijk voor het terechtkomen. Als een punt van een ganzenvoet in een harde laag terechtkomt en er zit 6, 7 ton aan te trekken, dan krijgt die ganzenvoet natuurlijk veel mee. Terwijl bij zo'n, dan gaat het veel sneller de grond langs, zeg maar. Of zo in die, zijn wat flexibeler. Dus constructief vraag, staat op andere eisen in de machine. Even tussendoor, dus ik sprak juist van, als je in de winter nog wilt, ja, in het najaar, later najaar nog wilt ploegen, even die wintertaren er toch te goed in te krijgen, heeft het dan wel zin dat je niet keren doet? Als je daar dan af en toe toch nog eens tussen ploegt? Ja, zeker voor de bieten bijvoorbeeld. Bieten zijn vrij uien, mais, alle voorjaarsteelten, zeg maar. En als je daar in de herfst of voor een groenbemester zou kunnen telen, dan heeft het altijd zin om daar niet keer de bodembewerking toe te passen. Ook als je dan, pak nu gelijk thuis, we zitten bieten, daarna hebben we taren. Dus je hebt voor je bieten niet meer geploegd gehad, ja. Ooit. Dan ploeg je wel terug voor de taren, na de taren komen, thuis betaald en meestal. Ja. Heeft het dan zin voor bij die aardappelen dan terug niet keren te gaan? Heb je dan dankzij dat ploegen niet de boel ontwikkeld? Er zijn twee verschillende dingen. Erosietechnisch zeg maar, is het altijd simpel om weer niet keer de bodemwerking toe te passen voor bijvoorbeeld de bieten of de chicorij of de mais. Planttechnisch is het voor die deel ook goed, kunstig. Maar dan moet je op het moment dat je gaat ploegen af en toe, één keer in de 3, 4, 7, 8 jaar, dus ergens in je rotatie, dan loop je altijd deeltechnische risico's. En wat wil ik daarmee zeggen is dat je bodemleven kan zich niet volledig aanpassen aan die manier van omwerken. En op het moment dat je dus zeg maar zegt van voor de aardappels ga ik ploegen, dan krijg je daarna in het tweede, derde seizoen leerend, is er altijd een verhoogd risico op bijvoorbeeld slakkenvraag. En als je dan het tweede, derde jaar daarna weer bieten zaait, dan loop je het risico dat je dus meer slakkenproblemen in de bieten deelt. Dus dat is mijn ervaring is dat de problemen met slakken na het derde, vierde jaar eigenlijk afnemen. Kunnen ze wat uw ervaring daarmee is? Ik ben voor zoveel mogelijk. Zoals dat ook voor, denk ik. Zoveel mogelijk, nee, zo weinig mogelijk uw plot bewerken. Maar hoe zwaarder, hoe moeilijker. Om dat te realiseren. Om dat zo te bekomen.
slakken, aan de slakken toe, ja, dat heeft te maken met de groenemesters natuurlijk. En daar heb ik veel meer bij. Ja. Ja, dat is ook een... Ik heb vroeger aan de slakken, dat komt thuis niet toe. Hoor. Ja. Voor je nooit problemen gehad met slakken. Goed. Ja. Op het moment dat je de bodem gaat voeren, zeg maar, hè, je biedt voedsel aan de bodem, dan krijg je natuurlijk dat dat opgebreid moet worden. En het bodemvoedselwet, de eerste organismen die zich daarop kan instellen, dat zijn de slakken. Maar na 3-4 jaar, of na 4-5 jaar moet ik zeggen, zie je dat andere organismen ook mee gaan doen aan het opvreten van die gewasresten. En dan krijg je eigenlijk weer een opnieuw balans, een nieuwe situatie. En dan zie je dat de slakkenproblemen eigenlijk nog minder worden. Daar komt bij dat je de keuze van de groenbemester, in tegenstelling tot misschien tot het verleden, de keuze van de groenbemester moet je nu afstemmen aan de teelt die erop gaat volgen. Dus als je bijvoorbeeld uien gaat telen, dan is een gele mosterd of een facelia een goede keuze. Ga je mais telen, dan kun je voor rogge kiezen of bladranmaas. Teel je aardappels, dan kies je voor mosterd of bladranmaas. Teel je bieten, kies je ook voor facelia of gele mosterd. En dat is afhankelijk van hoe vroeg wil ik iets telen. Heb ik verwacht, is er een risico met slakken in die teelt? En wanneer kan ik die groenbemester inzaaien? Een facelia bijvoorbeeld heeft het voordeel dat hij een hele kruimelige bovenstructuur achterlaat. En voor je eien teelt heb je dan dus eigenlijk al een heel mooi zaaibed. Als je een goede facelia hebt gehad, dan heb je een relatief mooi zaaibed. Daar komt bij dat facelia, nadat die bevroren is, of dat er glyfosaat bespoten is, dan verkleurt die zwart. En dat zwart verkleuren, dat helpt bij aan het stijgen van de bodemtemperatuur. Als jij met wit stro van de mosterd of de bladranmaas bedekt hebt, dat weerkaatst relatief veel zonlicht. En de weerkaatsing van dat zonlicht, dat helpt natuurlijk niet bij aan het verhogen van je bodemtemperatuur. Krijg je ook meer last van molen dan? In theorie zou je daar meer last van kunnen krijgen. En ik heb het ook op een enkel biologisch perceel wel molen gezien. Maar in de gang van de achterbouw is dit nog niet waargenomen. Jullie wel? Nee, ik ook niet. Dus ja, we hebben alleen een artiest van de meeste verschillen zitten. We hebben wel molen, maar we zitten altijd in de stal, maar ook wel. Dus dit zijn puur akkers, er wordt geen grasland. Nee. Ja, grasland zit dus ook, maar puur akkers. Ja, vind je ook mol in? De molpopulatie neemt toe door niet keren te gaan toepassen, gaat de molpopulatie niet toenemen. Dat is door het standaard, maar dat is juist goed. Dat is een goed teken dat je dat doet. Ja, maar ja. Ja, ja. Chicorijnen? Ja, ik heb daar geen last van, omdat ik deel mijn chicorijnen en bieten op reuze. Dus, zo gek dat ook klinkt. Gaan we daar aan stuk doorheen? Aardappelen en zijn er die paar veel van midden in die berg omhoog gestoken? Ik heb geen planten voor die stap door, denk ik. Ah, ja, ja. Vroeger hadden we nog producten, maar ja, er is niks meer. Ja, die zijn ook nuttig, hè, mooi. Ja, dat is wel mooi. Op de gangbare akker, zeg maar, de gewone akker passeren, dat vind ik er eigenlijk nooit. Ja, misschien nog een keer een eindje, natuurlijk, maar niet serieus, zeg maar. Vind je dat je het verstandig gebruikt? Dat is het niet door het niet kleden, dat is het door het standaard. Ja, ongeveer ja, 25. Ja. Ja, dus... Straks kan ik wel zeggen, ik ken mijn broer, die heeft over 10 jaar of zo een proef gekocht. Die vond het wel terug een proef gekocht. Ja, maar er zijn er ook zat die de proef nu verkopen zijn. Ik zeg niet dat je nooit mag ploegen, zeg maar. Hè. Maar het neemt een aantal risico's met zich mee op het moment dat je weer gaat ploegen. Daar moet je wel rekening mee houden. En ik begeleid een heel aantal landbouwers die ik adviseer over een keer in de bodembewerking. En die hebben al, ja, sommigen al sinds 98 niet meer geploegd, maar een aantal die hebben 4, 5, 6 jaar niet meer geploegd. Inmiddels een andere trekker gekocht. En die ploeg die wat daar dan nog stond, die 3-schaar of die 4-schaar, die kan eigenlijk helemaal niet meer aan die vetten geknopt worden. Dus uiteindelijk denk ik dat je ergens een keuze moet maken.
En op het moment dat het zich voordoet dat je toch zou moeten ploegen, zou ik zeggen van schakel dan of je buurman in of je loonwerker in. Maar om voor die incidentele situatie een ploeg te kopen, ik weet ook, er zijn ook mensen die, in heel Limburg ook, mensen die gewoon uit politiek stinken aan de ploeg kopen. Om te laten zien van jongens, we moeten kunnen blijven ploegen. Voor mij mag iedereen blijven ploegen. Alleen, als je puur naar de erosie gaat kijken, dan is het niet hier aan de bodembewerking.